We zijn hier in het park van de directeurswoning te Beringenmeij, waar vandaag voor de 10e keer de dag van het park georganiseerd wordt. Een initiatief dat op Vlaams niveau dit jaar voor de 20e keer wordt ingericht. Met de dag van het park willen we het openbaar groen in de kijker plaatsen, waarbij dat aanleg maar ook beheer heel belangrijk is. Bij deze 10e editie kon ook de valkenier niet ontbreken, die dat hier traditiegetrouw dus ook een valkeniershow presenteert. Binnen het beheer hebben we vandaag hier een demonstratiestand voorzien van de winning uit Lummen. Een ploeg waar dat we heel veel mee samenwerken. En is er ook een demo over boomverzorging. Binnen het beheer van bomen is het belangrijk van de gezondheidstoestand te kennen van de bomen. En daar is het toestel tomograaf eigenlijk wel een heel handig instrument voor. Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. We zijn hier vandaag in Thiewinkel op de zondagmorgen vroeg, al om 7:15, bij de eerste wissel van de estafetteloop. En we gaan dat doen omdat we vandaag vertrekken naar Beringen, Zwitserland, samen met de rest van het stads- en OCW-personeel. En we gaan een estafette doen met 13 lopers en 6 begeleiders op weg naar Zwitserland, 6 dagen lang, voor een totaalafstand van bijna 650 kilometer. Dit parcours hebben we in 92 gelopen en ja, daar staat ons toch nog wel wat te wachten. De Ardennen, de Vogezen, het Zwarte Woud. Josstal zal ik nooit niet vergeten. De laatste dag, maar dat was dan in 92. Toen was ik wel 18 jaar jonger. Nu zal het een stukje minder zijn, denk ik, de laatste dag, want de recuperatie, daar kruipt al een pakje meer tijd in. De loper wordt telkens begeleid door 2 fietsers. De 2 fietsers dienen niet alleen voor de veiligheid van de loper, maar ook vooral voor de weg te wijzen natuurlijk. Het parcours, dat is uitgetekend al maanden voordien. Zodanig dus dat de loper weet waar hij naartoe moet lopen uiteraard. Daarnaast hebben we heel wat voertuigen, want het is ook qua logistiek natuurlijk een hele onderneming. We zijn met een caravaan van een viertal voertuigen samen met 2 mobile homes. En die zorgen dus ook voor de proviant, dus de fietsen die geregeld moeten worden, alle overnachtingen enzovoort.